Dat is eigenlijk wat je er dan aan zegt. Ja. Het is ook wat leuker om s'avonds erheen te komen. Ja. En wat heb je nu nodig om s'avonds daar te zijn? Dus die lichtjes, maar is er genoeg? Ik ben echt van de overdag. Oké. S'avonds ben ik maar thuis. Stel inderdaad, wat jullie nu voorstellen, dat er mooie lichtjes zijn. Misschien horeca dus. Ja, of met de barbecue, dan ben ik er wel s'avonds. Ja. Ja. En is het langer licht natuurlijk. Ja, nu is het meer licht. Ja, dus dan doe je het wel wat... Geef maar terug naar de vrouwenschap. Wat hebben we nog meer hier? We hebben een... En deze bootjes. Bootjes, denk ik. Ja, ik vind alles leuk hoor. Je kan mij overal plaatsen. Wat hebben we hier? Ja, dit is een beurtocht. Volleyballen. Maar ja, gewoon tuurlijk. Met buiten, gewoon ze lekker spelen. Lekker velden, doe maar zelf wat je wil. Maar er zijn natuurlijk nu al heel veel velden. Ja. Dat is ook wel waar. Ja, dat weet ik niet hoor, of er nog meer bij moet. Maar geen volleybal. Nee, maar als je kan dan natuurlijk water. Een netje hangen. Ja, precies. Ja. Je zou eigenlijk zo'n multifunctioneel netje moeten hebben, wat voor en tennisbaan en volleybal, dat je dat gewoon kan afwisselen. Ja. En wat had je nog meer voor leuke dingen? Een speurtocht? Oké, die mag er ook op. Nee, en zoals het water gaan gebruiken, hè, natuurlijk. Dus nu kijken we er allemaal naar, maar als je iets van... Ja, als je een watersport kan doen, is wel heel leuk. Watersport. Maar is dat mogelijk met de boten? Dat is... Maar op zich, zoals hier een glijbaan. Op de Amsterdam-Rijks, dat gaat er niet worden, ben ik bang. Dat vindt waterskiën achter de boot. Ja, ik zit al helemaal nou. Heerlijk. Deze verongeluk kun je toch veroorzaken. We nemen even een haakje, die gooien we uit, zo'n lijntje. Ik ga mee hoor. Als je levensmoe bent. Ja, en dit voor ouderen, ja. Dit zie je ook in het Transwijkpark. Ja, de Schöneboelbaan. Ja. Maar die is hier, hè? Er is hier een Schöneboelbaan. Ook hier achter? Ja, bij die twee woningjes aan het water. Daar is ook een Schöneboelbaan. Oké, die heb ik nog niet tussen mij nog niet. Ja. En dat zie je ook echt het trek van. Maar je moet volgens mij weten of die al opgeknapt is. Maar dat nee, die is in Transwijk wel. Dat nee, maar ook hier. Oké, dan spelen ze wel echt ook fanatiek. Dus dat is wel iets wat ze naar buiten houden. En dan als je daar gewoon, wat jij, jouw idee van een buurthuisje ervoor. Ja. Kan je het super. Organiseren? Ja, lijkt me superleuk. Je moet hem zelf opplakken. Ik mag geen voor. Doen we die op het hoekje? Jouw energie moet erin gaan zetten. Oh, welke stroom moet erin? En dan deze. Andere mensen. Oh, die had ik al. Maar die doen we dan gewoon nog een keer. Want dat is wel belangrijk. Zijn genoeg ouderen. Ja.